Goedemorgen, broeders en zusters. Ik mag u op deze prachtige zondagmorgen van harte welkom heten hier in de dienst. Wat fijn dat we toch weer met zoveel bij elkaar kunnen zijn. Maar ook iedereen die meeluistert of kijkt via de livestream, misschien thuis of op vakantie. Fijn dat u er bent. Laten we ook samen als openingslied zingen opwekking 220, volle verzekering. Verzekering, Jezus is mijn. Wat schenkt dat rust aan volzaam gemoed? In hem zal ik zalig steeds zijn. Wedergeboren door Jezus bloed. Laat dat ons verlangen ook zijn, hè? Dat we altijd vreugdevol mogen zijn omdat we in Jezus zijn. Ook al is het leven niet altijd makkelijk, gebeuren er dingen die misschien ons geloof soms aanvechten, dat we toch mogen weten, we zijn gered door Hem en bij Hem mogen we ook in vrede veilig zijn. Ik wil graag de dienst openen met het gebed. Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we hier vanochtend zo bij elkaar mogen zijn, Heer, dat we toch na een lange periode waarin we elkaar minder hebben gezien, elkaar nu steeds weer mogen gaan ontmoeten, Heer. Dank u wel daarvoor. Dank u wel ook dat we mogen weten dat u
daarin heeft voorzien, Heer. Wilt u een zegen geven, Heer, over deze dienst, Heer? Wilt u broeder Lammert zegenen bij het brengen van het woord, Heer? Dat we gesterkt mogen worden en dat we ja, ook de komende week uw nabijheid mogen ervaren, Heer. Dat bid ik u om Jezus wil. Amen. Het volgende lied wat we samen zullen zingen, dat is opwekking 648. En ook dat vind ik een heel mooi lied. Hè? En laten we dat ook met ons hart zingen, dat we Jezus echt welkom heten in de dienst, maar ook vooral in ons leven. Je mag er wel bij gaan staan, als het lukt. Vader, om ons dan voor uw liefde, u te aanbidden. Wij willen komen in uw nabijheid en buigen voor u neer. Denken nu, open ons hart, help ons uw stem te verstaan. U gaf uw leven, Heer, dankzij uw dood, mogen wij voor u staan. Hier zijn wij. Als levend offer.
Dank jullie wel. Nou zijn hier ook allemaal kinderen op de voorste rij. En dat is natuurlijk niet zomaar. Want jullie gaan straks allemaal samen naar spoorzoekers. Maar eerst zal Judith, als het goed is... Want ik had een andere naam, dacht ik. Maar het kindermoment met jullie komen doen. Oh, er zijn er nog veel meer kinderen hier. Alle kinderen mogen meekomen naar voren. Is op de bankjes nog wel wat ruimte? Of anders op de stoelen daarachter? Wat fijn dat jullie er weer zijn vanmorgen. Misschien zijn sommigen van jullie wel op vakantie. Of alweer terug van vakantie. En wij hebben hier elke week met de spoorzoekers allemaal lekkere dingen in ons kraampje. En ons kraampje heet Hemels Lekker. En we hebben al heel veel hemelse boodschappen met elkaar besproken. Dat zijn boodschappen die in Bijbelverhalen voorkomen. En elke week hebben we een nieuwe weekspecial. En als ik kijk in dit kraampje, dan zie ik allemaal lekkere dingen. Ik zie hier bijvoorbeeld een zak chips. Ik hou hier heel erg van. Maar wanneer eten we chips? Wat zeg je? Als je een film kijkt. Als je een film kijkt. Dat is toch wel een klein feestje een film kijken, toch? Ja, wij eten ook wel vaak chippies als we bijvoorbeeld een verjaardagsfeest vieren. En ik zie hier ook een pannenkoekenmix staan. Nou, als wij vroeger pannenkoeken thuis aten, dan was dat toch ook wel een feestje. Lekker, met veel stroop erop. En als je geluk had, ook nog een beetje poedersuiker. Ik vond dat wel een feestje. En ik zie hier ook chocolademelk. Nou, dat dronken wij niet elke week thuis. Vaak als het kerst was of met oud en nieuw. Het is eigenlijk allemaal eten wat je best wel vaak eet met het vieren van een feestje. En als we een feestje vieren, waarom doen we dat? Waarom vieren we een feest? Als iemand jarig is. En dan vier je dat iemand weer een jaar gespaard is. En als wij kerstfeest vieren, waarom vieren we kerstfeest? Omdat Jezus geboren is. En dan vieren we dat feest omdat we daaraan willen denken. En dat we willen stilstaan bij die speciale dag. En volgens mij hebben jullie een broertje gekregen, hè? En hoe vier je dat? Beschuit met muisjes. Ja, daar hoort ook speciaal eten bij, hè? Ja. Ja. Totaal afgeleid. Beschuit met muisjes, dat vier je als je een babytje hebt geboren. We hebben vandaag ook een speciale weekspecial. En die weekspecial is brood en wijn. En als wij brood en wijn eten en drinken, wat vieren wij dan? Wie weet dat? Ik zie één vinger. Weet iemand anders het ook nog? Het is vaak iets wat ze in de kerk vieren. Het avondmaal. Wilde jij dat ook zeggen? Ja, het avondmaal. En het avondmaal is eigenlijk een heel speciaal feest. En vaak wordt het avondmaal gevierd met hele serieuze gezichten. En weten jullie waarom dat is? Nee, zal ik dat eens uitleggen? Toen Jezus onderweg was naar Jeruzalem, toen zouden ze het Pesachfeest gaan vieren. En het Pesachfeest was een feest dat God had ingesteld toen het volk Israël uit Egypte was vertrokken. En God die had hun voor de farao bevrijd. En de laatste plaag, dat was een hele erge plaag. En als de Israëlieten goed naar de Heere God zouden luisteren en precies zouden doen wat de Heere God gezegd had, dan zouden de Israëlieten voor de tiende plaag gespaard blijven. En dat hadden de Israëlieten gedaan. En zo bleven al hun eerstgeborenen bleven leven. En toen had de Heere God gezegd tegen de Israëlieten: als jullie elk jaar het Pesachfeest vieren met speciaal brood en met speciale koeken, dan wil ik graag dat jullie eraan denken dat ik jullie gespaard heb voor die tiende plaag. En Jezus ging met zijn vrienden onderweg naar Jeruzalem en het was tijd om dat Pesachfeest te vieren.
Maar de Heer Jezus wist dat dat zijn laatste Pesachfeest was wat hij ging vieren. En toen heeft hij een nieuw feest geïntroduceerd. Dus voor het eerst het nieuwe feest gevierd. En hij heeft gezegd, wij gaan vanaf nu, wil ik graag dat jullie als vrienden bij elkaar en als mensen die in mij geloven, wijn en brood eten, regelmatig. En dat brood, en dit is een beetje gek brood, dit is gedroogd brood. Ik wil graag dat jullie dat eten en dat je er dan aan denkt dat dat mijn lichaam is. En het wijn, ik wil graag dat je dat drinkt, en dat kan wijn zijn of druivensap. En dat je dan denkt dat ik voor jullie ben gestorven. Maar op dat moment wisten de discipelen eigenlijk nog niet dat de Heer Jezus ging sterven voor ons. Waarom is de Heer Jezus voor ons gestorven? Waarom is de Heer Jezus voor ons gestorven? Weet je dat? Ja, omdat anders alle mensen dood zouden gaan. Want wij hebben allemaal verkeerde dingen gedaan. En eigenlijk zouden we daar straf voor moeten krijgen. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, ik neem jullie straf op mij. En ik zal voor jullie sterven. En dan hoeven jullie niet meer te sterven. En als jullie in mij geloven, mag je ook met mij weer opstaan. En het feest wat wij daarbij vieren, dat de Heere God dat voor ons heeft gedaan, is dat wij in de kerk vaak brood met elkaar eten en wijn met elkaar drinken. Of druivensap. En dat we dan denken aan dat de Heere God, de Heer Jezus, voor ons aan het kruis is gegaan. En we mogen weten dat als wij geloven dat de Heer Jezus voor ons aan het kruis is gegaan, dat wij die straf niet meer hoeven te dragen. En daarom is eigenlijk het vieren van het avondmaal een heel groot feest. Omdat we eraan mogen denken dat de Heere God voor ons aan het kruis is gegaan. En daarom gaan we het volgende liedje met elkaar zingen. Wij vieren feest. En dat liedje gaat over wij vieren feest, want, omdat Jezus weer leeft. Want nadat hij aan het kruis is gestorven, is hij ook voor ons weer opgestaan. En mogen we nu uitzien nadat de Heer Jezus terugkomt. En daarom mogen we elke keer, ook als we brood en wijn met elkaar eten, eigenlijk een klein feestje vieren en gedenken dat Jezus voor ons gestorven is. Zullen we hem samen zingen? Kijk, we hebben zelfs muziekinstrumentjes. Dat is gezellig. Als je het leuk vindt, mag je er eentje pakken. En dan kunnen we meedoen. Lo, is er ook één? Even iets onvoorbereid doen. Van wie mag ik even de tamboerijn lenen? Ik zie niemand. Heel even. Kijk, steeds niet. Heel eventjes. Mag ik van jou de tamboerijn even lenen? Heel eventjes. Kijk. Kunnen jullie allemaal eens rammelen met je instrument? En als je geen instrument hebt, mag je gewoon met je hand rammelen in de lucht. Doe maar zo je hand omhoog steken en dan rammelen. De grote mensen kunnen dat ook heel goed. Toch? Jawel, een beetje los. Ja, Willem meteen al niet zo goed. Goed zo. Oké. Kunnen jullie met je instrument ook klappen? Precies. Maar dan sneller. Ja, de grote mensen kunnen het weer heel goed hoor. De grote mensen kunnen het heel goed. Het liedje wat we zo gaan zingen is... Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. Wij vieren feest, omdat... Wat is de tekst? Om wat hij heeft gedaan. En dan kun je heel mooi bij klappen, ook met je instrument. Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. Wij vieren feest, om wat hij heeft gedaan. En de grote mensen kunnen dan meeklappen. Want... Bij feest hoort natuurlijk ook muziek, hè? Wat is nou een feest zonder muziek? Dat is toch hartstikke saai? Er moet muziek bij. Zullen we samen muziek maken? Jesus, feel
grote koning. Jezus is opgestaan. Jezus is opgestaan. Jezus is opgestaan. Nou, hartstikke mooi. Dan mogen jullie, denk je, instrumentje inleveren. En dan kunnen alle kinderen naar de tent of naar de crèche gaan. En Chris, als jij dan de mededelingen met ons zou willen delen. Dat is toch wel een echt feestje als je de kinderen zo hier vooraan ziet. Zo lekker enthousiast en nu naar een eigen tentsamenkomst. Geweldig fijn. Ik mag u de mededelingen doorgeven van zondag 15 augustus. Ik wil eerst graag de mededelingen betreffende de zieken aan u doorgeven. Onlangs hebben we bericht ontvangen van broeder Freek, de koster zeg maar, dat hij geopereerd zal worden. En waarschijnlijk zal de operatie op 19 augustus plaatsvinden. Onze broeder heeft veel pijn in verband met een beknelling van een zenuw in de rug. Het is een operatie met een verhoogd risico. We vragen uw gebed en wensen onze broeder veel sterkte en Gods nabijheid toe. Ook hebben we bericht ontvangen van broeder Freek en zuster Christine. Ze zijn blij met hun nieuwe huis en dankbaar dat het steeds beter met hen gaat. Verder willen ze de gemeente bedanken voor alle gebeden, kaarten en telefoontjes die ze mochten ontvangen. Ook broeder Klaas en zuster Minnie willen de gemeente ook van harte groeten. En ze zijn ook dankbaar voor de kaarten en telefoontjes. Het is voor beide families een hele geruststelling te weten dat de Heer elke dag erbij is en dat hij hen troost en voorziet. Psalm 71 is hierin ook een grote troost voor hen. Dat is wat betreft de zieken, maar er zijn ook mooie dingen van de week gebeurd. We hoorden net al dat er een broertje geboren is en ik zie de vader daar zitten en ik weet dat de vader ook een kaartje bij hem heeft en ik wil vragen, Matthias, of je naar voren wil komen om het bekend te maken wie en wat er geboren is bij jullie in het gezin. Ik heb al wat verraden natuurlijk. Ja, goedemorgen. Inderdaad, we hebben er een kind bij, zijn we heel blij mee. Moeder en kind doen het heel goed. Vandaag nog niet erbij, misschien volgende week. Zijn naam is Jonathan. We hebben nog al een paar Jonathans in de gemeente. Nu ook eentje voor de volgende generatie. Jonathan betekent door God gegeven of van God gekregen. En dat klopt in dit geval ook. We hebben daar een tekst bij gezocht uit Psalm 100, vers 3a, waar staat: erken het, de Heer is God, Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe. En verder heet Jonathan nog als aanvullende namen Hendrik Sion en Kerber als achternaam. Hij is geboren dinsdag 10 augustus om 9 uur, 52 centimeter en ongeveer 3,8 kilo. Achterop het kaartje staat nog, als je een keer wilt komen kennismaken, dan kun je het beste met Linda bellen of appen. Het telefoonnummer staat op de kaart of ook in de gemeentegids. Dat was hem, dank je. Nou, geweldig is dat, Matthias. Jonathan, een mooie naam. Volgens mij, God is getrouw, maar ik weet het niet zeker. Wel in die richting uit, dacht ik. Maar gaat het goed met Linda? Ja? Oké, nou, fijn. Breng haar hartelijke groet ook over vanuit de gemeente. En misschien kijkt ze al wel mee. Ik denk het wel. Dus Linda, bij deze ook van harte gefeliciteerd. Goed, algemeen, de gezamenlijke bidstond. Aanstaande woensdag 18 augustus hebben we weer een gezamenlijke bidstond hier, in het gebouwtje hierachter, in Ravidim. Het begint om 7:30. Zoals gezegd, vorige week heb ik dat ook verteld, we hebben in deze zomerperiode hebben we gezamenlijke bidstonden. Vanaf september beginnen de kringen eigenlijk weer. Maar
1 september hebben we toch een bijzondere avond hier in dit gebouw. Want dan hebben we een gemeente CQ informatieavond voor alle gemeenteleden, maar ook voor vrienden die de gemeente een warm hart toedragen. Dus 1 september bent u er allemaal van harte daarvoor uitgenodigd. Begint om 7:30, schrijft alvast die data in uw agenda. Dan komt de opening van het seizoen komt er ook aan. Dat is heel kort daarna. Het is ook een van de hoogtepunten, zou ik zeggen, van het jaar. En dit jaar staat het feest gepland op zaterdagmiddag 4 september aanstaande. Er wordt voor jong en oud een sportieve middag georganiseerd. En voor kinderen een groot springkussen is inmiddels besteld. Voor hen die het wat liever rustig aandoen, is er ook een koffie- en theeterras. Alles wordt gehouden op ons eigen terrein hierachter. Maar in de hal, bij de ingang of uitgang als je het wil bekijken, ligt een intekenlijst. En u kunt zich daarvoor aanmelden, intekenen tot en met woensdag, tot en met 29 augustus. En u kunt daar ook in aangeven of u wilt deelnemen aan een activiteit, maar ook of u mee wilt doen met de maaltijd. Dus dat is zaterdagmiddag 4 september. Dan komt er ook een doopdienst aan, dat is de dag erop, 5 september. Aanstaande mogen we een doopdienst in onze gemeente houden. Vooraf zal er een studie over de doop plaatsvinden op 30 augustus aanstaande om 7:30. Iedereen die zich wil laten dopen of met de doop over de doop nadenkt, is hiervoor van harte uitgenodigd. En dat is dus 30 augustus, ook hierachter om 7:30. Vanavond spreekt broeder Erik van het Ende. De dienst begint om 7:00 en net zoals vanmorgen is deze dienst ook live te volgen via YouTube, VBG Bethel Hattem. Vanmorgen spreekt broeder Lambert Doornwaard ook God zegen toegewenst bij het doorgeven van de boodschap. De collecte voor vandaag is bestemd voor het onderhoud van het gebouw. Je kunt op verschillende manieren kan het worden doorgegeven. Voor de kijkers thuis kan het via de QR-code. En die is ook zichtbaar aan het eind van de dienst. Het kan ook via de gift-app of op de traditionele manier via de bankrekeningnummer. Dat waren de mededelingen. Mag ik u voorgaan in gebed? Dank u wel, Heer God, dat we zulke bijzondere mooie liederen met elkaar mochten zingen, dat we u mogen eren, mogen aanbidden, want u bent de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, u die alles overziet en alles in uw hand hebt. Heer, en als we met onze menselijke ogen hier deze wereld inkijken, dan worden we ook wel bedroefd, verdrietig, als we zien, Heer, wat er in Afghanistan gebeurt. Heer, dat er zulke ernstige zaken aan de hand zijn wereldwijd. Heer, dan staan wij eigenlijk ernaar te kijken. Maar we mogen bidden, ook voor die mensen, Heer, die zo in de vernauwing worden bijeengedreven, daar ook in dat land. Heer, ik wil u bidden, Heer, dat u toch ook hierin nabij wilt zijn. Heer, maar wereldwijd, Heer, is er zoveel aan de hand. Heer, wil u bidden, Heer, voor ook de vele broeders en zusters die wereldwijd verdrukt worden, die niet in vrijheid bij elkaar mogen en kunnen komen. Heer, als het woord delen met anderen, dat ze al gevangen worden genomen, mishandeld worden, verstoten worden van de familie. Heer, er is zoveel aan de hand wereldwijd. Heer, de chaos die de wereld overheerst, mogen we weten, Heer, dat u een God bent die alles overziet. Dat u een God bent, Heer, die trouw is en nooit laat varen de werken van uw handen. Heer, en dat u stap voor stap met elk mens betrokken bent. Dat u met een enorme ontferming bewogen bent voor deze mensheid. Heer, en dan komen we zo terug, Heer, ook naar onze gemeente, Heer. Dan bent u ook met ontferming bewogen, Heer, naar ieder van ons. Omdat u ons persoonlijk zo kent, zoals we in deze zaal zitten. Of thuis meekijken via de livestream. Heer, ik wil u vragen dat u toch ook uw zegen wilt geven ook over deze dienst. Ook de kinderen die naar spoorzoekers zijn. Wilt u hen ook zo zegenen en wilt u hen nabij zijn. Heer, dat ze ook op een jonge leeftijd u en Jezus Christus mogen leren kennen. Als de zaligmaker, als de redder van hun leven. Heer, wat is het een voorrecht, Heer, dat we dit hier wel in vrijheid kunnen en mogen doen. Heer, dank u wel voor die genade, Heer, die u elke keer, elke dag weer schenkt.
Heer, dank u wel dat we vanuit die genade ook mogen leven. En dat we mogen weten dat we geborgen zijn in uw vaderhand. Dat u met ons meegaat, stap voor stap in dit leven. Heer, en dan denken we ook aan onze broeder Freek, Heer, die 19 augustus geopereerd zal worden, naar alle waarschijnlijkheid. Ik bid u, Heer, dat u de operatie ook wilt zegenen. Dat de ingreep zal lukken, Heer, en dat hij geen nadelige gevolgen daarvan zal ondervinden. Heer, maar we weten ook hier binnen de gemeente, Heer, dat er zoveel mensen ziek zijn. Heer, als we het gebedsrubriek in het Bettennieuws opslaan, Heer, dan staan er heel veel mensen zo genoemd. Heer, en kunt u bidden, Heer, dat u uw vaderhand hier op al deze mensen wilt neerleggen. Dat u ze wilt zegenen, wilt troosten en wilt sterken. En als het in uw raad mag bestaan, Heer, dat u herstel en genezing wilt schenken. Ook hierin bent u erbij. Ook hierin overziet u alles. Heer, maar ik wil u vragen, Heer, dat u toch ook uw ontferming over al deze mensen wilt uitstrekken. Heer, ook mensen, Heer, die door hoge leeftijd hier niet meer kunnen komen. Heer, we hebben net ook zo'n paar namen genoemd. Heer, ik wil u bidden, Heer, dat u hen ook zo wilt zegenen en nabij wilt zijn. Heer, dat ze misschien ook toch via de livestream mee kunnen kijken. Of op een later moment. Heer, dat u ze wilt leiden, Heer, en uw nabijheid ook wilt schenken. Heer, wat is het goed, Heer, om samen zo ook gemeente te zijn, om ook biddend om elkaar heen te staan. Heer, om te weten, Heer, dat we samen het lichaam van u, Jezus Christus, mogen vormen. Heer, en dat is niet uit onszelf, het is genade op genade die u elke keer weer schenkt. En dat we vanuit die genade ook mogen leven. Heer, dat u alles gegeven hebt daaraan het kruis van Golgotha. Dat u het volbracht hebt. Heer, en dat die krachtstroom, dat is al 2000 jaar, is het al geldig en dat gaat ook in de toekomst zo door. Heer, dank u wel dat we vanuit die genade ook mogen leven. Als gemeente, Heer, zijn we ook verbonden, Heer, met onze broeders en zusters in de Filipijnen. De gemeenten al daar. Wil u bidden, Heer, dat u ook uw zegen wilt geven, ook over deze gemeenten. Wil u bidden, Heer, dat u ook uw zegen wilt schenken, Heer, ook voor het werk wat in Roemenië gedaan wordt. Bid u voor uw volk Israël, voor de vrede van Jeruzalem. Voor de familie Smartja, Heer, waar we zo ook contacten mee hebben. En de familie Knoestert. Heer, ik wil u vragen, Heer, dat u ook het werk op de Heren kan zo wat zegenen. Heer, dank u wel, Heer, dat u zo overal wereldwijd aan het werk bent. Maar dat u ook ons als gemeente wilt bemoedigen. Ook vanmorgen met het woord dat doorgegeven mag worden. Woord van genade. Woord van heerlijkheid. Woord, uw Zoon, Jezus Christus. Heer, en u willen we volgen. U willen we dienen. Heer, met al onze gebreken en tekortkomingen die we hebben, mogen we u dienen. En dan mogen we ook uitspreken in ons leven, Heer, dat we u lief hebben en u volgen willen in alles. Heer, wilt u ons zo zegenen en leiden, ook deze dienst. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Dankjewel, Chris. We zullen samen nog een tweetal liederen zingen. Het eerste is opwekking 654. Dank u voor deze nieuwe dag. Thank you.
Zullen we nog samen zingen opwekking 701. Hoor de roep van de koning, kijk omhoog naar de zoon. Ik hoop ook allemaal dat we zijn stem mogen horen en dat we ook omhoog zullen kijken als hij ons roept. Verlossing in Jezus' naam.
Goedemorgen allemaal. We willen met elkaar het woord van God openen, het gezaghebbende woord van God, geïnspireerd door de Heilige Geest. En dat willen we doen bij Lucas 22. Lucas 22. Ik heb een heel breed thema meegekregen vanmorgen. En het is al niet zo vroeg meer, al bijna kwart voor. Dus het zal wat later worden als 11 uur, als 10 over 11. Dus moet u echt weg, dan zou ik zeggen, ga dan heel rustig de zaal verlaten. Maar anders dan wordt het iets later vanwege de tijd. Maar het is ook goed om met elkaar dingen te delen 's morgens. Lucas 22 vanaf vers 7. Daar staat boven het laatste paasfeest. Ik heb elk 4 bijbelgedeelten doorgekregen, maar ik wil de laatste 2 wil ik met u graag lezen. Lucas 22 vanaf vers 7, daar staat: de dag van de ongezuurde broden brak aan waarop men het paasgaan moest slachten. En hij stuurde Petrus en Johannes erop uit en zei: ga heen, maak voor ons het paasgaan gereed, zodat wij het kunnen eten. Ze zeiden dan tegen hem: waar wilt u dat wij het gereed maken? En hij zeide tegen hen: zie, als u de stad binnengaat, zal iemand u tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat. En u zult tegen de heer des huizes zeggen: de meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het paasgaan met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen die volledig is ingericht. Maak het daar gereed. Zij nu gingen weg en vonden het zoals het hun gezegd was. En ze maakten het paasgaan gereed. Dan het heilige avondmaal. En toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen: ik heb er vurig naar verlangd dit paasgaan met u te eten voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij: neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam het brood en nadat hij het gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Het andere gedeelte wat we met elkaar willen lezen vinden we in 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11, de versen 23 tot en met vers 26. Het eerste gedeelte zien we dus heel duidelijk dat het avondmaal is ingesteld bij de discipelen, bij het volk van Israël. En het tweede gedeelte wat we lezen, daar vinden we dus dat het ook Paulus meegekregen heeft, ook voor ons als gemeente. 1 Korinthe 11 vers 23, daar staat: want ik heb van de Heer ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden een brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zeide: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt gij de dood van de Heere
totdat hij komt. Tot zover de schriftlezing. Het thema wat ik meegekregen heb, ik dacht even, ik moet helemaal alleen maar spreken over het avondmaal. Maar het thema wat ik meegekregen heb voor vanmorgen is: de Heer Jezus heeft onze zonden gedragen. Hij stierf voor ons, terwijl wij vijanden van hem waren, door onze zonden. Zoveel houdt de Heer Jezus van ons. Nou, als je dat leest zo met elkaar, dan zou je zeggen, dat zijn eigenlijk wel vier preken, hè? Als je daar zo naar kijkt. En daarom wil ik het wel in vier punten behandelen, kort natuurlijk. Wat zegt de Bijbel over onze zonden, waardoor wij vijanden van hem zijn geworden? Dat komt heel duidelijk in het thema naar voren. Jezus heeft onze zonde gedragen door voor ons te sterven. De liefde van God, de derde, is zo groot. Hij houdt zoveel van ons. En als vierde punt, als een voortdurende herinnering, heeft hij ons het avondmaal gegeven. Ik wil allereerst beginnen natuurlijk over het eerste punt. Wat zegt de Bijbel over onze zonde, waardoor wij vijanden van hem zijn geworden? Nou, we waren van nature natuurlijk geen vijanden van God. Als we de Bijbel lezen, dan vinden we heel duidelijk in Genesis 1, vers 26, dat God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En dan zien we dus dat de mens volmaakt gemaakt is. Dus we waren van begin af aan geen vijanden van God. En God is ook geen vijand van mensen. Dat kunnen we in de vervolg van de prediking ook horen. Wat we wel merken, dat is dat de mens in zonde is gevallen en dat daardoor de mens een vijand van God is geworden. We kennen misschien, de meesten van u kennen wel de geschiedenis van de val van Adam en Eva. Eva die geluisterd heeft naar de Satan door niet te doen wat God had gezegd. God had heel duidelijk gezegd, je mag niet van de boom eten van kennis des goeds en des kwaads, want de dagen dat je daarvan eet, zul je sterven. Een duidelijke boodschap. Maar we weten dat de duivel Eva verleid heeft om toch van die vrucht te eten. En zo is het ook meestal. Als iemand begint met de zonde, dan wil je die zonde ook doorgeven. En ook Adam heeft gegeten van de vrucht. Op datzelfde moment zijn ze tot ontdekking gekomen dat zij naakt waren. En ze hebben zich dan ook verborgen in de hof. Want de Heere God kwam in de hof wandelen. En als God daar in die hof komt, dan weet hij natuurlijk al dat er wat gebeurd is. En dan zegt hij, Adam, waar ben je? En moet Adam tevoorschijn komen. En hij vraagt ook aan Adam, waarom heb je je verborgen? En dan komt het heel duidelijk naar voren. De zonde die er gekomen is, we waren ontdekt dat we naakt waren. En zo zien we dat de zonde dus in de wereld is gekomen. Dat is het begin van de zonde. En als we even naar Romeinen 3 gaan, het is misschien goed om dat zelf ook even te lezen, dan zien we dat die zonde door is gegaan. Adam kreeg te horen, Eva kreeg te horen, wat de gevolgen van de zonde waren. Om uwentwil, werd er tegen Adam gezegd, is de aardbodem vervloekt. En doornen en distelen zal het voortbrengen. En met moeite zul je arbeid verrichten. En tegen Eva werd gezegd dat de zwangerschap zwaar voor haar zou zijn. En zo zien we dus dat de zonde van de mensen naar iedereen is gekomen. Alle mensen zijn zondaars. Romeinen 3 vers 9 zegt het dan heel duidelijk. Wat dan wel, zijn wij voortreffelijker? Beslis niet. We hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. En dan komt er naar voren wat er allemaal in de mens is. En misschien dat u zichzelf ook wel eens verwondert over verschrikkelijke dingen die mensen elkaar aandoen. Nou, dat komt heel duidelijk omdat ze onder de regie van Satan staan. En dan staat er in vers 19, wij weten nu dat alles wat de wet zegt, de wet van God, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. Dus voor God als het ware uitgesloten werd, vijand werd van God. Als we daarnaar kijken, dan zien we in de Bijbel hoe erg dat is, wat een geweldige gevolgen dat heeft. We willen de Bijbel gaan lezen en we vinden dat ook in Filippenzen 3. Daar wil ik ook graag met u naartoe.
Ik wil vooral ook het woord van God laten spreken, zodat we weten wat God daar allemaal van zegt. In Filippenzen 3, daar staat boven in mijn Bijbel, in de herziende Statenvertaling in vers 17, leven als burgers van de hemel. En Paulus zegt dan, geef dan even een voorbeeld aan hoe je een burger van de hemel kunt zijn. Wees met elkaar mijn navolger, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. En dan zien we dat volgende wat Paulus daar zegt. Want Paulus is diep onder de indruk van de zonde en de ongerechtigheid die er is in mensen. En de gevolgen die dat heeft, is verschrikkelijk. En dan zegt Paulus daar in vers 18, want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken, en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hier komt heel duidelijk de vijandschap naar voren. En dan zien we hier dat Paulus daarvan diep onder de indruk is. Dat Paulus dat heel erg vindt. We zien hier dat er staat, want velen, en zo zien we dus dat er heel veel mensen niets te maken willen hebben met het kruis van Christus. Helaas is dat nog steeds zo. Als we mensen vertellen over de Heer Jezus, dan zijn er heel veel die dat afwijzen en die zeggen, ach, dat is ouderwets gedoe of daar wil ik niets mee te maken hebben. En als God een God van liefde is, ik zal proberen zo goed mogelijk te leven en dan komt het echt wel voor elkaar. Maar hier zien we dat Paulus dat aangrijpt. Paulus is bewogen over de verloren zielen die er zijn in deze wereld. En hij zegt dat ook onder tranen. We zien hier hoe ernstig de zaak is wat betreft mensen. We hebben te maken met twee soorten mensen, zoals we hier ook bij elkaar in de zaal zitten. En ik hoop dat we allemaal verloste zondaars zijn. Maar we hebben heel duidelijk gezien dat we allemaal vijanden van het kruis zijn, vanaf het begin. We hebben hier te maken met verloste zondaars. En ik hoop dat we dat allemaal zijn. Maar het zou ook best kunnen zijn dat we ook hier te maken hebben met mensen die onverloste zondaars zijn. Als je verlost bent, dan ben je ingegaan op de blijde boodschap van de Heer Jezus. Dat hij voor jouw zonde gestorven is aan het kruis van Golgotha. En dat je een kind van God mag zijn. Maar heel velen, en Paulus spreekt erover, wandelen als vijanden van het kruis. Hij vindt het erg. Ik hoop dat u het ook erg vindt. De Heer Jezus vond het ook heel erg dat mensen niet geloofden in de Heer Jezus, in hem. Toen hij op weg was naar Jeruzalem, heeft hij het uitgeroepen tegen Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak, en hier kom je datzelfde weer terug, hoe vaak heb ik je willen vergaderen als in hen haar kuikens, maar je hebt het niet gewild. Lieve mensen, ik hoop dat als wij hier als kinderen van God bij elkaar zijn, dat het ons ook tot huilen brengt. Dat we bewogen zijn met de mensen die verloren gaan. Want vers 19 zegt, hun einde is het verderf. Hun God is de buik, hun eer is in hun schande. Zij benikken aardse dingen. Het einde is het verderf. God gaat eens deze wereld oordelen. En de mensen die niet in de Heer Jezus geloven, zijn vijanden van God en zullen veroordeeld worden tot de hel. Er is niemand die zoveel over de hel gesproken heeft als de Heer Jezus zelf, waar hij de mensen wilde waarschuwen voor de verschrikkingen van de hel. En we zien dus ook dat de Bijbel ook spreekt dat God zelf de hel gemaakt heeft. Ik wil even gaan met u naar Matthäus, even kijken, 25 vers 41. Ik breng vanmorgen een hele ernstige boodschap, maar ook een hele blije boodschap en daar sluit ik mee af. Maar de ernstige boodschap is heel ernstig en vandaar dat ik hem ook echt aan wil halen. Ik hoop niet dat er iemand is die niet een kind van God is, want dan bent u een vijand van God door uw zonde en ongerechtigheden. En Matthäus 25 vers 41, boven dit gedeelte staat trouwens het laatste oordeel. En als de Heer Jezus spreekt over het laatste oordeel, dan zegt hij tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, dat zijn dus degenen die tot geloof zijn gekomen, die de Heer Jezus aanvaard hebben als verlosser en zaligmaker,
Dan zal de koning zeggen tegen hen, vers 34, die aan zijn rechterhand zijn, kom gezegende mijn vaders, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Maar dan gaan we naar vers 41. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan zijn linkerhand zijn, ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. We zien hier een hele ernstige boodschap. Eens komen we allemaal voor God te staan. En daar staat heel duidelijk geschreven, ga weg van mij, vervloekten, omdat ze niet de Heer Jezus aanvaard hebben. En als je deze dingen zo leest, dan zie je in, ik wil het niet allemaal aanhalen vanwege de tijd, maar lees zelf ook eens Openbaringen 20, dan ziet u heel duidelijk dat ook daar gesproken wordt, dat de plaats is van de ongelovigen, de plaats is waar de valse profeet is, waar de duivel is, en waar de mensen zijn die niet geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Het is een heel ernstige boodschap die ik u nu moet doorgeven vanwege het thema, maar ook vanwege mezelf. Want het is zo belangrijk dat als kinderen van God mensen waarschuwen om toch te geloven in de Heer Jezus Christus, waar anders bent u voor eeuwig verloren. En Werner, broeder Maarten Ezinga heeft eens gezegd, de hel is geen crematorium waar je verbrandt en alles voorbij is. De hel is eeuwig, voor altijd. Daar waar wening en knersing der tanden is. Ik zou u willen oproepen, als er iemand is die een zondaar is en nog geen geredde zondaar is, om deze zaal niet te verlaten voordat u uw hart en leven aan de Heer Jezus hebt toevertrouwd. Dit is een hele ernstige boodschap. Het tweede is, Jezus heeft onze zonde gedragen door voor ons te sterven. En dat is de blijde boodschap. De blijde boodschap dat God bewogen was over de verloren mensen. Dat God bewogen was over de zondaars. En daarom heeft hij zijn zoon gezonden. En de Heer Jezus was zelf bereid om voor onze zonde te sterven. En hij is een diepe weg voor ons gegaan door te komen naar deze wereld. In Hebreeën 10 vers 5, 6 en 7, daar staat het volgende. Daarom zegt hij, de Heer Jezus dus tot zijn vader, bij zijn komst in de wereld, slachtoffers en spijsoffers hebt u niet gewild, maar u hebt mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet behaagd. Toen zei ik, zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Hier zien we dus heel duidelijk dat de Heer Jezus tegen zijn vader heeft gezegd, u hebt mij een lichaam gereed gemaakt. Lieve mensen, dat is zo bijzonder. Dat is zo'n groot mysterie. Dat de Heer Jezus een lichaam gereed gemaakt is door God de Vader om onze zonde, om uw en mijn zonde te dragen. Dat vind ik zo bijzonder. U hebt mij een lichaam gereed gemaakt. O ja, als de Heer Jezus dus als God gestorven was aan het kruis van Golgotha, dan zou God gestorven zijn. Maar de Heer God in de hemel heeft de Heer Jezus zijn lichaam gereed gemaakt om voor u en mijn zonde te sterven. Het is een geweldige ingreep geweest in de hemel om dat te doen. En de Heer Jezus was bereid om dat ook te doen. Hij zegt het in Filippenzen 2, dan zegt hij het heel duidelijk, dat hij het goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar de gestalte van een mens heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. Uitgenomen de zonde. En dat heeft de Heer Jezus allemaal voor ons gedaan. Het is kostbaar heerlijk dat we dat mogen weten. Dat had de Heer Jezus ervoor over, om u en mij te redden. Maar kunnen we daar geweldig dankbaar voor zijn. En u die de Heer Jezus nog niet kent, dat heeft de Heer Jezus voor u gedaan. Het enige wat u moet doen, geloven in de Heer Jezus en vragen om vergeving. In 2 Korinthe 5 vers 21, daar wordt van de Heer Jezus gezegd, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij, God de Vader, voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Is dat niet bijzonder?
God heeft de Heer Jezus tot zonde gemaakt. Uw en mijn zonde werden op hem gelegd. En dat heeft de Heer Jezus heel veel gekost. Ik moet u zeggen dat hij het uitgeroepen heeft in Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, is er een andere weg. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En in die drinkbeker, daar zaten uw en mijn zonden. En hij heeft het uitgeroepen aan het kruis van Golgotha. Toen God de Vader uw zonden op hem heeft gelegd. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En die verlatenheid, daar komt u in terecht als u de Heer Jezus niet kent. Voorgoed van God verlaten. De Heer Jezus zegt in Johannes 12, vers 27. Hij zegt, nu is mijn ziel in beroering. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur, maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Hij doelde heel duidelijk op dat geweldige wat hij zou gaan doen aan het kruis van Golgotha. Maar daarom ben ik in dit uur gekomen. Dat alles heeft de Heer Jezus voor jou en voor mij, voor u gedaan. Omdat er geen andere weg was. Er is absoluut geen andere weg. Niet door een heel goed leven. Alleen door de Heer Jezus Christus kunt u behouden zijn. En ook zelf waren we niet in staat om onze zonde te dragen. En daarom zegt de Heer Jezus ook heel duidelijk. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als er gesproken wordt over het derde punt, de liefde van God, van de Heer Jezus, is zo groot. Hij houdt van ons. Ja, hij houdt echt van ons. Hij hield van zijn Vader, maar hield ook heel veel van ons. De belangrijke tekst die we allemaal eigenlijk uit het hoofd moeten kennen is Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Het is geweldig dat we dat mogen weten. God is liefde. God is waarachtig liefde. Hij kan de zonde niet tolereren, want anders zou de hemel vervuld worden van de zonde. Hij kan de zonde niet tolereren en daarom de grote vijand van God is de duivel die de zonde in de wereld heeft gebracht. Lieve mensen, God heeft dus lief. In Romeinen 5 vers 8 staat het zo mooi. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Ruim 2000 jaar terug is de Heer Jezus al voor uw en voor mijn zonde gestorven. Hij heeft bewezen. Heeft het bewezen dat hij werkelijk u lief heeft met heel zijn hart. En dat is prachtig mooi als je dat weet. En een hele hoop mensen zijn blij dat ze behouden zijn. Maar weet je wat zo mooi is? De Heer Jezus wil ook een relatie met ons. Hebt u al een relatie met de Heer Jezus? Bent u niet alleen behouden, maar is er een heerlijke liefdesrelatie tussen u en de Heer Jezus? Het is allemaal mogelijk. De Heer Jezus zegt tegen de discipelen, ik heb u vrienden genoemd indien u doet dat wat ik u zeg. En hij zegt, en ik heb u alles verklaard en alles doorgegeven wat mijn Vader mij gezegd heeft, omdat je vrienden van mij bent. Ik heb niets achtergehouden, alles heb ik u verteld, omdat u mijn vrienden bent. Maar weet je wat nog mooier is? We mogen nog een diepere relatie met hem hebben. Niet alleen vriend zijn, maar daarom wil ik graag even met u gaan naar het boekje Hooglied. Psalmen, prediker, Hooglied. En daar zien we een hele nauwe relatie in het boekje Hooglied. In Hooglied. Hoofdstuk 4, vers 16. We gaan de laatste jaren met vakantie vaak naar Stroe. En Stroe, dat is een plaatsje tussen Hippolytushoef en Den Oever. En dat ligt aan de rand, tegen de Waddenzee aan. En als je daar bent, en ik weet niet of u het opgevallen is, maar we hebben van het jaar heel veel in noordenwind gehad. En als je daar zo staat, en dat is heerlijk als je helemaal alleen bent, en als je dan zo over die Waddenzee heen kijkt, dan kun je heel ver weg kijken. Een noordenwind geeft een heel de heldere wind. En heel de heldere lucht. Je kunt heel ver kijken.
En als ik daar dan ben, dan denk ik aan datgene wat er in de Bijbel staat. Er staat in de Bijbel dat de Heer Jezus, de Heer God, zegt dat hij zijn troon ver in het noorden heeft gevestigd. En dan moet ik daar vaak aan denken. Als ik daar dan loop en alleen ben, dan is het heerlijk om alleen met de Heer te zijn. Dan staat er, ontwaakt noordenwind en kom zuidenwind, waai door mijn tuin, zodat de geur van zijn specerijen zich verspreidt. De geschiedenis in Hooglied, daar vinden we een verhouding tussen een bruid en een bruidegom. Een hele nauwe relatie. En als daar staat, ontwaakt noordenwind en kom zuidenwind, dan is het hier die bruid die vraagt, noordenwind, doorwaai mijn tuin. En als ik daaraan denk, dan denk ik aan die helderheid die er verschijnt. Dat alles wat maar iets een belemmering kan geven, dat moet weg zijn. Die tuin moet volkomen gezuiverd zijn. Het is ook een heerlijke frisse wind. Ontwaak noordenwind en kom zuidenwind, waai door mijn tuin, zodat de geur van zijn specerijen zich verspreidt. Als we dit hier zien, dan mogen wij dat ook bidden. Dan mag dat ook ons verlangen zijn, want wij mogen ook de bruid van Christus zijn. Hij is de bruidegom, waar we naar uit mogen zien. En ook wij mogen zeggen in die liefdesrelatie die er kan zijn en mag zijn tussen de kind van God en de mens, of tussen de kind van God en de Heere God, wij mogen ook die liefde van de Heere op een hele bijzondere wijze ervaren. Wat ik zo prachtig mooi vind, dat is deze bruid die zegt, ontwaak noordenwind, kom zuidenwind, waai door mijn tuin. Ze zegt, haar leven is als waar haar een tuin. Hij zegt, zodat de geur van de specerijen zich verspreidt. Een tuin die vol met heerlijke geur is. En dan zegt ze, laat mijn liefde in zijn tuin komen en eten van zijn beste vruchten. Hoe mooi is dat? Dat hier een verhouding is van mijn tuin en zijn tuin. Het is iets wat heel nauw een relatie geeft tussen het bruid en de bruidegom. Is dat niet prachtig mooi wat er staat? En eten van zijn beste vruchten. En lieve mensen, deze verhouding mag er zijn tussen het kind van God en de Heere God en de Heere Jezus zelf. Het is een hele nauwe, heerlijke relatie. En ik hoop dat u die kent in uw leven. Niet alleen behouden bent, maar ook een relatie hebt met de Heer Jezus. En dat is zeer kostbaar. Als je even een bladzijde verder gaat, vind ik het zo prachtig mooi. Er staat boven in hoofdstuk 6, de trouw van de bruidegom. Waarheen is uw liefste gegaan, o allermooiste onder vrouwen? Waarheen heeft uw liefste zich gewend, opdat we hem zoeken? En dan staat er, mijn liefste is afgedaald naar zijn tuin. Dus naar de mens, naar de bruid. Naar de bedden met specerijen om in de tuin in te weiden. En lelies te verzamelen. En dan staat er zo mooi in vers 3. En wat is dat prachtig mooi. En in de herziene statenvertaling staat het ook met hoofdletters geschreven. Ik ben van mijn liefste. En mijn liefste is van mij. Hij die te midden van de lelies weidt. Ik ben van mijn liefste. En mijn liefste is van mij. Zie je dat? Die heerlijke relatie die je mag hebben met de Heer Jezus. Het is zeer kostbaar als je een kind van God mag zijn. En ik zou willen zeggen, zoek de kalmte op. Laat de telefoon thuis. Ga de natuur in op een rustige plek. En heb die heerlijke relatie met de Heer Jezus. Of in je kamer, waar je ook bent. Sluit de deur. Ga alleen in de binnenkamer en heb een heerlijke relatie met de Heer Jezus. Hij wil het zo graag. De liefde van God is zo groot. De liefde van de Heer Jezus is zo bijzonder. Wij mogen uitzien. En dan tenslotte over het avondmaal. Het avondmaal, wat een kostbare herinnering mag zijn, die hij telkens geeft, in de gemeente geeft. Herinnerd mogen worden dat onze zonde betaald is aan het kruis van Golgotha. Dat we dat elke keer opnieuw weer mogen bedenken. Ja, we worden vertroebeld door de dingen van deze wereld, ja. Het is wel zo dat we terneergedrukt worden door allerlei omstandigheden. En de Heer Jezus wist het. En omdat hij ons zo lief heeft hij ons een zichtbaar teken gegeven door middel van het avondmaal. Hij zegt, als je dat brood neemt, dan mag je weten
dat ik voor jou gestorven ben. Als je de wijn proeft, de wijn drinkt, dan mag je weten dat mijn bloed voor jou gegeven is. Het is een heerlijke herinnering die we telkens mogen vieren. Maar het is ook een heerlijke verzekering. Een heerlijke verzekering die de Heer Jezus heel duidelijk aan ons hart wilde drukken. Hij zegt, elke keer als je dat brood neemt, dan mag je dat proeven. Dan mag je dat zien, dat ik voor jou gestorven ben. Een heerlijke verzekering. Dat brood, dat betekent dat mijn lichaam voor jou gegeven is. Je mag het zien met je ogen. Je mag het proeven met je mond. En je mag het zeker weten. En dat geldt precies hetzelfde voor de wijn. En dan hebben we ook nog dat prachtige, dat het een heerlijke herinnering is, dat hij heeft gezegd, of een heerlijke belofte is. Een belofte. Ik zal van nu af aan niet van de vrucht van de wijnstok drinken, totdat ik hem met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En misschien is het goed om daarmee af te sluiten in Openbaringen 19. Openbaring 19 vanaf vers 6. En dat is de toekomst van ons, lieve mensen. Dat is de toekomst van het bruid, van de bruid van Christus. Openbaring 19 vers 6. En daar staat, en ik hoorde zoiets als het geluid van een grote menigte. En als het gedruis van vele wateren en geluid als van zware donderslagen. Halleluja! Want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zeide tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En daar mogen we naar uitzien. Naar dat geweldige moment dat we de bruiloft des lams mee mogen vieren. Wij als de bruid van Christus. En daar mogen we naar uitzien. En de bruid heeft zich gereed gemaakt. En zich met smetteloos wit linnen gekleed. Ja, de klederen des heils die de Heer Jezus ons heeft aangedaan nadat wij het gevraagd hebben om verlossing. Nadat we tot bekering zijn gekomen, hebben we de klederen des heils gekregen. Bent u gereed? Bent u klaar voor deze ontmoeting? Oh, we zien er naar uit, naar dat geweldig moment dat we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En we met hem de wijn zullen drinken, zoals hij heeft gezegd. Dat ik hem niet zal drinken totdat ik het zal doen in het koninkrijk van mijn vader. Een kostbare boodschap, een ernstige boodschap vanmorgen, maar wel een blije boodschap ook. Niemand hoeft verloren te gaan, maar God heeft zijn zoon gegeven. En nogmaals, als u geen zekerheid hebt, dan mag u mij aanspreken, u mag een van de broeders aanspreken. U mag misschien ook een zuster aanspreken. Als u daar liever mee spreekt, mag u bij me komen om te vragen welke zuster misschien met u kan spreken. Maar ga deze zin niet uit. De Heer zei het heel duidelijk. Ik heb gehuild voor mensen die verloren gaan. Laat de Heer dan nu blij mogen zijn over die persoon die zijn leven en hart aan de Heer Jezus toevertrouwt. Want er staat dat er blijdschap zal zijn in de hemelen over zondaren die ze bekeren. Halleluja. Amen. Zullen we de Heere God gaan danken. Dank u wel, Heere God in de hemel, dat u zo duidelijk bent in uw woord. Heere, dat u er niet omheen draait. Maar dat u het zegt dat zij die niet in u geloven, vervloekt zijn. Vijanden van u zijn door de zonde. Heere God, en was dat verschrikkelijk als we dat lezen. Wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Eeuwige pijn, eeuwige wroeging. O Heere Jezus, dan zien we ook waarom u naar deze wereld bent gekomen. Omdat u niet wilde dat er maar één verloren zou gaan.
maar dat allen behouden zouden worden. Maar u hebt gehuild om Jeruzalem, zoals ook Paulus gehuild heeft, omdat de mensen niet geloofden wilden in het kruis van Christus. O Heere God, ik wil u zo ernstig bidden als hier vanmorgen mensen zijn die nog nooit hun leven aan de Heer Jezus hebben toevertrouwd. O Heer, dat ze dat vanmorgen mogen doen. Opdat ze behouden zullen zijn. Opdat er blijdschap zal zijn in de hemel over zondaren die ze bekeren. Heere God, aan de andere kant hebben we ook de blijde boodschap mogen doorgeven. Heere, wat houdt u veel van ons? Wat hebt u veel geleden voor ons? Wat bent u een diepe weg voor ons gegaan? O Heere Jezus, dank u wel. Dank u wel dat u dat hebt gedaan. Vader, wat moet het u wat gekost hebben om de zonde van ons op uw zoon te leggen? Maar u hebt het gedaan. Mijn zonden, onze zonden. En u hebt het gedaan. O, dank u wel, Vader, voor die ontzettend grote, uitnemende, wonderbare liefde en genade. Dank u wel, Vader, voor uw zoon. Dank u wel, Heer Jezus, dat u die diepe weg voor ons bent gegaan. Dank u wel dat we een heerlijke relatie met u mogen hebben. Ik ben van mijn liefste. En mijn liefste is van mij. Hooglied 1 begint met hij kussen mij met de kussen van zijn mond. O Heere God, een hele nauwe, diepe relatie met u. Wat is dat kostbaar dat we dat mogen hebben. O dat iedereen daarna zal verlangen en zal merken, Heere God, hoe kostbaar, hoe groot en hoe heerlijk het is om een kind van u te zijn. Heere God, dank u wel voor uw zegeningen. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel dat we u wonderbaar mogen danken. Heere God, we willen u hartelijk danken voor de jonge Jonathan die geboren is. Heere God, wil de kleine jongen zegenend nabij zijn. Wil de ouders nabij zijn. Heere God, help hen bij de opvoeding. En dank u wel, Heere God, voor dat kostbare leven wat u telkens weer geeft. Heere, wat kostbaar is dat. En zo leggen we de kleine Jonathan in uw handen. Heere God, zegen het, wees het nabij. Mogen de ouders ook de juiste opvoeding aan dit kind geven, zodat het al vroeg de Heer Jezus mag aanvaarden als verlosser en zaligmaker. Dank u wel, Heer, voor dit uur en zegen ons zo verder. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Willen we elkaar nog gaan zingen? Opwekking 392. Mijn Jezus, ik houd van u, want u hield van mij. En als je dat lied zingt, dan komt het ook naar voren dat de Heer Jezus voor je gestorven is. En ik zou zeggen, als je nog nooit je leven en hart aan de Heer Jezus hebt gegeven, je hebt een verlangen naar de Heer Jezus, zing het dan ook in volle borst mee, dat lied. Maar als je het nog niet hebt gedaan, dan kun je het haast niet zingen. Maar Jezus, ik hou van u. Thank you.
tot degene die via de livestream naar ons kijken. U mag natuurlijk ook uw leven en hart aan de Heer Jezus geven. Vertel de Heer Jezus dat u een zondaar bent. Maar dat u zo graag gered wilt worden. En dat u gelooft dat de Heer Jezus ook voor uw zonde gestorven is. Dank de Heer Jezus daarvoor. En geloof in datgene wat hij gezegd heeft. En als u het moeilijk vindt, is echt het adres wel te vinden van Bethel. Dan kunt u ook opbellen en dan willen we ook best bij u langskomen om met u de Heer te zoeken. Ik wil eindigen deze dienst met de woorden uit Openbaringen 22, waar staat: en zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. En dan vers 17, en de geest en de bruid zeggen: kom. En laat hij die het hoort zeggen: kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Hij die deze dingen getuigt, de Heer Jezus, zegt: ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. En zo mogen de genade en de zegen van de Heer Jezus op ons allen zijn. Van de Heer Jezus Christus. Halleluja. Amen.